Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza voor 12 november. De Sinterklaasintocht vandaag die verloopt droog. Wel neemt vanuit het westen de bewolking steeds meer toe, maar neerslag wordt er voorlopig nog niet verwacht. Vanavond kan er in de provincie Zeeland en Zuid-Holland een spatje regen vallen. Temperaturen liggen nu nog iets onder het vriespunt, maar vanmiddag wordt het zo'n 5 graden op de meeste plaatsen. En zoals gezegd, vanuit het westen neemt dan wel de bewolking toe. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten de hele dag. Vanavond daalt het kwik naar zo'n 1 tot 3 graden en er is vrij veel bewolking aanwezig. Zoals gezegd, in het westen kan er een spatje regen vallen. Vannacht daalt het kwik misschien nog in het oosten tot net iets onder het vriespunt, maar op de meeste plaatsen blijft het boven nul. En morgen wordt het dan zo'n 5 tot 6 graden met een mix van wolkenvelden en soms zon. Vooral in het oosten kan de zon af en toe goed doorbreken. Ook maandag nog temperaturen rond de 6 graden. Hoewel aan de westkust de temperatuur geleidelijk aan verder gaat oplopen. Er komt langzaam maar zeker zachtere lucht onze kant op. En dat merken we op dinsdag en woensdag. Dan temperaturen rond de 10 graden, maar wordt het weerbeeld ook wisselvalliger. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een heel fijne zaterdag.